Voorzitter. Voorzitter, als je op straat aan willekeurig 10 mensen zou vragen wat de belangrijkste wet van ons land is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je 10 keer hetzelfde antwoord krijgt, namelijk de grondwet. Maar dat is dan ook precies de enige wet in Nederland waar je bij de rechter niet op kunt beroepen. We maken talloze wetten hier in Den Haag, jaar in jaar uit. En dan heb ik het nog niet eens over de wetten die we in of via Brussel maken. En als die wet niet nagekomen wordt, is er altijd wel een rechter die zich erover mag uitspreken. Je kunt ernaar verwijzen naar de grondwet, je kunt betogen wat je eist, verdedigen rechtvaardig. Behalve dan op die ene wet. En die wet die zou het fundament moeten vormen van al onze andere wetten. De grondwet is de belangrijkste rechtsbron van Nederland. Een bron van trots en een nationaal bindmiddel. Een document dat de kern van onze identiteit bevat. Het fundament onder onze vrije, open en rechtvaardige samenleving. Een document waar talloze historische helden voor hebben gestreden, zoals Johan Thorbecke. Want recht op gelijke behandeling, recht op vrijheid van meningsuiting of recht op toegang tot de rechter, het zijn wezenskenmerken van de Nederlandse samenleving. Maar worden deze grondrechten geschonden, dan biedt de grondwet zelf geen bescherming. De grondwet zit in een ivoren toren. Het kan bekeken worden, het kan bewonderd worden, het kan inspiratie bieden, het kan tot voorbeeld dienen. Maar de grondwet blijft buiten praktische kwesties en dagelijkse problemen. Indien een wet niet voldoet aan de grondwet, dan vind je als burger een dichte deur. Je moet een omweg gebruiken, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het was in 1848 ook de expliciete bedoeling van Thorbecke om de grondwet toetsbaar te maken. De wetten over dat je de zin over het vinden van een dichte deur is de rechtstreekse zin van Thorbecke die zag hoe het kabinet van de dag de grondwet implementeerde. Namelijk niet toetsbaar maken. Dat was niet zijn bedoeling met de proeven die hij zelf gepubliceerd had. En hoe gek dit ook is, dat zien we pas als we over de grens kijken. De Venetië Commissie gaf in 2021 al aan dat van de toen 47 lidstaten van de Raad van Europa Nederland het enige lid is dat constitutionele toetsing uitsluit. Nou, zelfs als je nauwelijks kennis hebt van het onderwerp hier, dan begrijp je dat het nooit goed nieuws kan zijn om in één adem genoemd te worden met landen als Noord-Korea, Cuba en Saoedi-Arabië. Dus ik heb ze even voor je op een rijtje gezet. Dit zijn de landen die een grondwettelijk hof hebben. Je mag die landen iets groter maken, zeg ik tegen de heer Sneller. Want Finland, Noorwegen en Zweden hebben gespreide constitutionele toetsing, maar bijna iedereen heeft een constitutioneel hof. En Nederland is het enige land, maar dan ook werkelijk het enige land in heel Europa dat je kunt vinden dat geen constitutionele toetsing kent. Ja, dit is dus waar we ons bevinden. En van iedereen die vraagt van, is het raar? Nou, ik heb zelden. Ik doe graag originele voorstellen. Maar dit is het meest onoriginele voorstel dat ik ooit in deze Tweede Kamer gedaan heb. Iedereen heeft het in de hele wereld. En niet alleen heeft iedereen het, het wordt ook elke keer voorgesteld. Dus de commissie Franke van 2000, staatscommissie, voer grondwettelijke toetsing in. De Nationale Conventie, 2006, aanbeveling, voer het in. Dan de staatscommissie Grondwet. Jawel, van. Ook hier, voer grondwettelijke toetsing in. Dan, lage drempels, hoge dijken, weer 4 jaar later. Ik bedoel, we doen niets liever elke keer dan opnieuw een staatscommissie in te stellen. En elke staatscommissie komt 4 jaar later met precies dezelfde aanbeveling. Voer grondwettelijke toetsing in. Dit is lage drempels, hoge dijken van de heer Remkes. En die vragen zich niet alleen grondwettelijke toetsing, maar ook grondwettelijk hof en de interinstitutionele bepalingen. Dit jaar, de gebroken belofte van de rechtsstaat, de volgende staatscommissie, voer grondwettelijke toetsing in. Mevrouw Jacquard refereerde er al aan, hier staan ook de sociale grondrechten in als voorstel, maar weer niet het grondwettelijk hof. Niet alleen, en zo komt elke regering weg met een commissie instellen, de commissie afwachten en uiteindelijk er niet instellen. Dus als ik één ding mag vragen aan de regering is, alsjeblieft niet nog een staatscommissie over de grondwet. Gewoon deze voorstel een keertje uit de kast halen. Maar het zijn niet alleen hun. De Venetië Commissie hebben gevraagd wat moeten we doen na aanleiding van toeslagenschandaal. Nou zegt de Venetië Commissie, voer grondwettelijke toetsing in. Ongekend onrecht over het kinderopvangtoeslagenschandaal. Voer grondwettelijke toetsing in.
En tot slot de parlementaire enquête Blind voor Mens en Recht. Dat ging niet alleen over de Belastingdienst, maar ook over het UWV en andere organisaties voor grondwettelijke toetsing in. Ik heb geen stukken kunnen vinden die zeggen, voer het niet in. We zullen het zo over de modaliteiten hebben. Maar over elk advies dat deze Tweede Kamer de afgelopen 25 jaar gehad heeft op dit terrein zegt, voer een vorm van grondwettelijke toetsing in. Dat, gecombineerd met het feit dat we het enige land in Europa zijn dat het niet heeft, lijkt me het echt evident dat de tijd aangebroken is om dit een keer te gaan doen.